Goedemorgen, mijn naam is Steven Kruid, de supervisor voor One World Experience. Vandaag hebben we weer een heel bijzonder verhaal, maar vandaag hebben we ook een triest verhaal. Hier met deze Pasen hebben we de Riksha donatie en we gaan de Riksha doneren aan Belayet. En Belayet is 42 jaar en samen met zijn familie, zijn vrouw is hier, Rubia, we hebben de dochter hier, Lima, en we hebben Mamoun. Mamoun is 3 jaar oud en Lima is 5 jaar oud. Dit gezin is eigenlijk een triest verhaal, want de vader is ziek. De vader die heeft epilepsie. En die heeft gemiddeld 1 keer in de week epilepsieaanval. En met een epilepsieaanval kan hij eigenlijk de hele dag niet werken. Hij loopt daarvoor bij de dokter. De dokter schrijft hem medicijnen voor. Maar die zijn hier, zelfs in Bangladesh, redelijk prijzig. Dus het probleem van deze familie is, ze werken keihard. Maar de vader kan niet elke dag, de riksha poelen die hij op dit moment huurt. Dus het probleem is, het probleem is dat Belayet niet elke dag kan werken en dat het gezin eigenlijk inkomsten tekort komt. En daardoor, en dat is de trieste kant van het leven van een riksha poeler hier in Bangladesh, zijn tot nu toe beide kinderen, Lima en deze, nog nooit naar school kunnen gaan. Ze zijn nu 5 jaar oud, maar nog nooit naar school geweest. Het mooie van dit verhaal en het mooie van het project met deze donatie tijdens de Pasen is dat nu Belayet genoeg kan gaan verdienen en de kinderen gaan naar school. Lima is ingeschreven en Lima die begint volgende maand, eigenlijk aanstaande maandag, 2 april, gaat Lima naar school. En Lima is eigenlijk bloednerveus, want Lima heeft al kennis gemaakt met de school. En Lima die gaat beginnen in het nieuwe schooljaar hier in Bangladesh en die stroomt binnen bij een klas. Nou, en dat is het mooie van het verhaal en van de donatie van One World Experience. Zo'n gezin die het eigenlijk net redt of eigenlijk net niet redt, doordat Wanwee ze nu deze riksha schenkt, hoeven ze geen riksha meer te huren, hebben ze extra inkomsten, want ze hoeven geen geld te besteden aan het huren van een riksha en daardoor komt dit gezin net boven de armoedegrens uit en kunnen de kinderen naar school. En dat is het mooie van One World Experience. En we zijn blij dat we ze deze Pasen, deze riksha cadeau kunnen doen.